14. En al die honden waren zo. Ja. Ze komen woensdag weer. Ze is 4. Ze is 4. Ze is 4. Ze Ik loop niet echt lekker mee. Ja. Nou, het was 5 mei, dit is Dierenuit Sophie met Nel van de Kattenmand. We gaan samen de hond even, Suus, heel toevallig, als ze naar buiten weer sjouwen. Kom maar, Suus. Ik zal zo even meelopen. Nou, we zitten hier nou binnen. Heel toevallig, deze hond heet Suus. Ja, ik ben een lieve hond, hè. Ik ben een beetje mager. Ja, je moet er niet allergisch van, hè. Nou, gaan we eens even kijken. Oh, Suusje. Suus. Je bent Suus, hè. Die, een hoge neus. Ik heb een geboortedatum. Porch. Toch wel, hè. Zij heeft ook pups gehad, heb ik gehoord. Bij de fokker. Chip, chip is goed. Ja. De temperatuur was 39, 39 hè, zei. En die hoort te zijn, ja, eigenlijk? Ja, tussen de 38 en de 39. Voor de kijkers. Dus is wat aan de hoge kant. Rode slijmvliezen van de koorts. Ze kon het moeilijk eten, zei ze. Ik zal het zo doen. Ik kan het niet zien. Ja, niet zo'n heel goed gebit, maar nee. Het is slecht uit. Nee, maar een beetje te donker. Ja, te donker, ja. Even erbij de. Even kijken of we haar eruit kunnen halen. We willen er eventjes recht op.
Nog een keer. Even dat ze eruit komt. Nou, zet ik je. Ja. En even in de buik voelen. Het lijkt echt op kerstavond, hoor, zo. Ja. Ik weet niet wie er toen was, maar... Esther Pieters. Oh ja, Esther. Ja. Ja, die hebben ook altijd geluk met allerlei andere dingen. Heel erg leeg aan. Ja, hè? Hiervoor voel ik wat. Het zou de mild kunnen zijn, maar het zou ook iets anders kunnen zijn. Dus je hebt iets in de interne organen wat niet helemaal pluis is? Nou ja, kijk, ze is natuurlijk zo mager dat je alles veel beter voelt dan normaliter. Ja, ze reageert er niet echt pijnlijk op, heb je idee. Er geen pups in als ik zo... Maar ook geen pyometer. Nou, nee. Als ik zo voel, lijkt dat niet het geval. Dan verwacht ik ook een veel bollere buik. Het zou wel een sluimerende baarmoederontsteking kunnen zijn. Dat ze zo'n zware ademhaling heeft. Ja, dat is ook van de uitputting en de koorts. Ja, hé. Nu moet je staan. Ja, Suus. Biometra zat ik ook aan te denken, maar dan hebben ze of een bolle buik, of ze verliezen aan de achterkant vaak wat pus. Ja, maar je kan ook geslonken zijn, hè? Ja, maar dan hebben ze dus vaak een hele grote baarmoeder. Hiervoor zit wel iets wat ik niet helemaal vertrouw. Maar goed, dat is op dit moment dan even van later zorg. Ja. Meewarige blik hebben die beesten altijd. Ja. Ik zie het wel. Het heeft ook geen energie om te protesteren. Ja, dan gaan we even zitten. Gaan we even zitten, joh. Even blijven staan. Zwakke hartslag, hè? Het is een hele snelle hartslag. Heel snel, maar ondiep zeker. Ze is zwaar, hoor. Ja, dat heb ik gemerkt zo net. Droog neusje. Ja, hele droge neus. Ik heb Suus net onderzocht. Ze is heel erg mager en verzwakt en uitgedroogd. Ja. En ze lijkt wat koortsig. Ja. Dus wat ik nu ga doen is haar opnemen aan het infuus, stabiliseren. Ja. En dan gaan we morgenochtend verder kijken. Okay. Dan hoop ik dat ze de nacht doorkomt. Maar in dit stadium is het gewoon het belangrijkste dat we daar stabiliseren. Ja. Goed, dankjewel voor het uitleg. En straks in het hoofd zitten. Dankjewel. Misschien de pootje zo even tegenhouden. Hij heeft verder ook geen kracht om zich überhaupt te bewegen. Nee. Voor de kijkers die misschien de kersthond niet hebben gezien.
wordt weer stabiliseren en hopen dat het goed gaat. Dus duim en arm. Ze zegt een uitgeput best. Ja. 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 Ik zit meer in. Zeven kilo. Ja. Ik ga eigenlijk kleed er ook nog even bij. Zo, even een hoofdkleed pakken waar we erin kunnen. Ja. Meteen goed en dan nog even dingen halen. Ja, nou, dat is een iets groter. Even een lekker bestje maken. Ja. Er zitten ook alleen maar bosjes om op te liggen. Ja. Even kijken. Hoeveel? Vijf kilo, oké. Okay. Het ook niet op de gram en aan. Ik was niet helemaal verkeerd. Ja, helemaal niet. Nou. Deze moet er denk ik overheen zo. Nou, dit laat nee, helemaal onder dan erin. Oh, die witte dingen zijn uit zo heel goed te wassen. Ja. Dus als die vies worden dan... Dat komt zo wel, hè? Ja. Ze weegt het toch zwaarder dan dat ze eruit ziet, hè? Ja. Dat is 31,8. 37, ja, zo ongeveer 32 kilo. Nou, dat is dus met deken, het gewicht. En de mand met de deken alleen was 5 kilo, dus. Ja. Goh, ik word toch een beetje te oud voor die dingen. Ja. Zieltje, lig je, hè? Nou, doe je best. Zie je de deur voor ons open? Ja. Wat heb je? Nou, gaat lopen. Ja. Nou, dat mag ook. Nou, kom maar meelopen dan. Ja. Kom maar. Had je er al wat in de spoten? Nee, toch? De wonderen zijn de wereld al niet uit. Oh, sorry. Je kan zelf lopen, of is alleen niet opwacht. Ja, duidelijk. Het is een bekende placebo-effect. Ja. Wie weet wat het is, wie dat niet weet, die gaat het maar lekker even op internet opzoeken. Kom maar. Ga maar los, hè. Kijken of ze een klein beetje wil eten zo. Ja. Ik even de infuuspullen pakken. Ja. Zal ik het erin maken? Ja, als dat lukt. Kom maar, zus, ga maar vast even naar je mandje.
ben wel een beetje zwaar hoor. Nou, je bent wat meer dan een poes. Ja. Zo. Nou. Staartje erbij. Huppatee. Nou, dan komt de dokter er dan. Hé, hoe vind je dat? Zal ik even zo'n plantje? Het begint een vertrouwd gezicht te worden dit. Ze wil wel eten. Ja. Was het lekker? Yummy. Yummy. Dat is lekker. Neem nog maar een hapje. Eerst even proeven, hè? Hou je meer van een ander smaakje? Hm? Meer van een ander smaakje misschien? Gaat het een beetje, Suus? Nee, het gaat even zo. Nee, ja. Energie in. Nee, ze zegt net als je wat even in de bek wil stoppen, dat ze dan misschien wat gaat eten. Okay. Ik kan het allemaal niet zo goed horen, hè, wat ze zeggen. Zullen we het samen doen? Kijk eens. Ik heb ook nog andere smaakjes in de auto, hè. Ga je er zo de warmte bij zetten? Ja, ik twijfel een beetje, want ze is natuurlijk al best het is hoog, warm. Ja, daarom. Het is hier ook niet koud. Dus nee, dan blaas je de boel op. Ja, ik heb een beetje lekker. Nou. Heel je neus zit er ook vol mee, maar goed. Dat is niet belangrijk. Hè? Wat een lekker appie. Zo. Slup, slup, slup. Hé? Ja. Nou is het blikje bijna op. Goed zo. Nog een klein beetje. Misschien heeft het ook een blikje sensitivity control proberen. Misschien is het wel lekkerder. Maar ze heeft er aardig wat op. Ja, alle blikje drinken. Hé meis, kom. Nog een hapje. Lust je nog een hapje? Eerst de mond even schoonmaken. Kijken hoe ik bij jou een pootje kan. Kom maar. Het is wel handig, ik ben niet. Oh, ik heb je een beetje knoeien. Sorry. Nee, het zei zo. Volgens mij vind ik het wel leuk hoor. Doe nog eens. Doe het bekje schoonmaken. Ja, maar dat wil ze niet. Kom maar. Ja, je moet schoon zijn. Dus ik... Kom maar. Ja, sorry, Suus. Sorry. Zo. Goed zo. Goed zo. Nou joh.